Yo, wat is dat mensen, Mark Twardijn is hier met vandaag weer een nieuwe video. Nou, gisteren, de video deed echt absurd goed. Echt ontzettend bedankt daarvoor. Ik weet dat ik het de afgelopen tijd vaak zeg, maar video's doen het ook gewoon steeds beter. En dat vind ik gewoon mooi om te zien, dus ja, dank jullie wel daarvoor. Doe ook alvast een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Deze video ook weer de 1000 likes had voor middernacht. Dan upload ik morgen weer. En als ik het goed heb, dan is morgen dat ik 3 weken achter elkaar dagelijks upload. Het begon op de 19e van augustus. En ik ben heel slecht met vooruitrekenen met weken om de een of andere reden. Dus als jullie kunnen me vertellen wanneer dat was, hartstikke bedankt. Maar er zijn nu heel wat ratings bekend, maar onderhand een aardig wat spelers hebben een upgrade gekregen. Nou, in deze video wil ik de top 10 spelers noemen die een upgrade hebben en waarvan ik enthousiast ben om ze te gebruiken in de volgorde van 10 naar 1. Dus de plek maakt wel degelijk uit. Goed, laat me ook vooral weten wie jullie favoriete upgraded spelers die jullie willen gaan gebruiken, waar je echt naar uitkijkt. En ja, goed, zonder al te veel gedoe, laten we beginnen. Nou, plek 10 hebben we Miralem Pjanic. Nou, als je mij al een tijdje volgt, dan weet je dat ik niet altijd extreem wil geven op pace. Ja, natuurlijk wel op bepaalde plekken. Maar ik kan echt een goede passer enorm waarderen. En Miralem Pjanic met 4-star skills en 4-star weak foot, echt een absolute beast. Hij heeft 86 passing, 84 dribbling, waarschijnlijk nog steeds heel goede vrije trappen en gewoon een decent schot. Wat betekent dat ik hem zeker weten ga gebruiken, net als veel van jullie, in mijn Serie A team. Nou, plek 9 gooi Petr Cech. Nou, ik ben natuurlijk Arsenal fan, dat is wel duidelijk als je mij tijdens voetbalweekenden ziet tweeten of in het algemeen wel tijdens video's. Maar Petr Cech natuurlijk een absoluut geweldige keeper vorig jaar in FIFA. Had ook de long throw trade, waarvan je waarschijnlijk onderhand wel weet dat het een heel belangrijk iets is om te hebben op je keeper. Zeker voor counteraanvallen en met die nieuwe passing keeper ding dat dit jaar in FIFA zit. Ben ik zeker enthousiast om Cech te gaan gebruiken. Ja, hij zal nu wel belachelijk duur worden, althans nog duurder dan vorig jaar. Maar ik denk dat hij het geld weer waard wordt. Zeker omdat hij ook een goede lengte heeft. Doet mij geloven dat ik hem zeker weten wil gaan kopen. De volgende speler op deze lijst is Thiago Alcantara. Nou, hij is nu een 5-ster skiller. En wat ik al laatst zei in mijn clubtour video, als je die nog niet hebt gezien, kun je die rechtsboven op dat i'tje aanklikken. Ik vond hem fantastisch spelen dit jaar. Ja, hij voelde niet extreem snel, maar door zijn dribbling was hij nog enorm goed aan de bal en kwam hij vrij makkelijk mee naar voren. Daarnaast heeft hij echt geweldige passing, wat je natuurlijk kan verwachten van een speler die en onder Guardiola heeft voetbal bij Bayern en natuurlijk bij Barcelona heeft gespeeld. Maar hij is fantastisch vorig jaar geweest voor mij en ik kan niet wachten om dit jaar te testen. Zeker dat hij nu 5-6 skills heeft, geeft me motivatie om het toch wat meer te beheersen, die skills. Nou, plek 7 is de nu 86 gerated Claudio Marchisio. Nou, ik vind hem geweldig. Ik vind hem echt een fantastische speler. Hij zit al jarenlang bij Juve en ik waardeer club trouwens spelers enorm. Hij heeft 4-star skills, 4-star weak foot, higher work rate. Hij is echt de perfecte centrale middenvelder. En mensen die Serie A volgen, of gewoon ja, eigenlijk specifiek Juve, hij is een god. Echt een absolute geweldenaar in real life. Ik gebruik hem ook elk jaar in Serie A team. Waarom? Omdat hij gewoon elke stat gewoon goed is. Ik heb 70 plus in alles. 80 plus passing en dribbling. Ik bedoel, je kunt altijd op hem rekenen. Scoort altijd doelpunten van mij. Geeft assists. Verdedigt mee. Wint kopduels. Hij kan zoveel. En ik ben zo blij om te zien dat een van mijn favoriete sentiments nu 86 rated is. Nou, op nummer 6 gooi ik Hatem Ben Arfa. Nou, dit is een goede speler voor FIFA 17. Voor mijn gevoel, voor mij. Om meerdere redenen. Ten eerste, hij heeft nu 5-star skills. Hij heeft 80 plus pace en shooting en natuurlijk dribbling, maar dat was al te voorspellen. En hij is CAM bij Paris Saint-Germain. Wat dus betekent, ik kan hem makkelijk linken met spelers als Lacazette en een perfect link met Matuidi. Maar omdat Pogba nu in de BPL zit, kun je ook op die manier makkelijke hybrids maken. Ik vind het een fijne mogelijkheid om te hebben. Daarnaast kun je hem mogelijk ook linken met Ousmane Dembele van Borussia Dortmund. Weet je, dat zijn allemaal mogelijkheden die je dit jaar gaat hebben. Plus, ik hoorde vorig jaar echt geweldige dingen over hem. Van zijn team met de season kaart, hoe goed hij was. En zijn futties kaart. Dus ik dacht, oké, dit jaar wordt zeker gezien zijn upgrade nu. Mijn tijd om Hatem Ben Arfa echt in dit team te gebruiken en te zien hoe goed hij is. Nou, nummer 5 is 85 rated Laurent Koscielny. Medium high work rates. En hij verdient 85 rating, absoluut. Ik durf niet te zeggen of hij de beste is, want de beste is altijd een heel subjectieve term. Maar hij zit zeker voor mij gewoon de top 3 centerbacks van de Premier League. Wat toch fantastisch is als je ziet hoe hij gekocht werd op een gegeven moment. Ik bedoel, hij werd gewoon random gekocht van een Ligue 1 club. Althans, ja, de Franse tweede divisie. En het is echt een geweldige centerback geworden voor Arsenal. Maakt zelden fout, is super betrouwbaar. Je merkt het gewoon in kwaliteit wanneer hij er niet is. En het is echt een super fijne speler ook altijd in FIFA. Medium high work rate is ook altijd iets wat je natuurlijk nodig hebt in de centerback. En omdat ik natuurlijk Arsenal fan ben, is de kans groot dat ik hem ga gebruiken. Nou, op nummer 4 gooi ik Pierre-Emerick Aubameyang. 6'2", high-low work rates, 86 rated nu. De vraag je waarschijnlijk af, waarom pas op plek 4? Althans, weet je, waarom niet hoger? Als je zijn kaart van vorig jaar vergelijkt met de kaart van dit jaar, is de upgrade niet eens zo mega. Nou, de reden dat ik hem wel ga gebruiken is als ze pace een beetje hebben gefixt,
In de zin van niet dat spelers sneller voelen, maar meer dat slome spelers het niet bij kunnen houden af en toe. Want Terry kon echt bijna iedereen bijhouden en dat hoort natuurlijk gewoon niet. Dan is Aubameyang een absolute god. En zelfs de kleinste upgrades kunnen hem alleen nog beter maken. Dus als ze pace hebben gefixt, en dat is de reden dat hij op plek 4 blijft, dan kan hij echt een god worden. En ook echt een van de allerbeste spitsen dit jaar. Weliswaar natuurlijk zal hij vrij duur zijn. Ik bedoel, het is fucking Aubameyang met extreem veel pace. Maar wie weet, weet je, ik doe ook maar een gok dat hij duur zal zijn. Maar ik verwacht wel dat hij goed zal zijn. Nou, nu in mijn persoonlijke top 3. En de eerste is, ja, eentje die veel mensen waarschijnlijk niet hadden verwacht. Namelijk Jan Sommer, de Zwitser van Borussia Mönchengladbach. Nou, hij heeft onder andere 85 kicken en 85 reflexes. Dus een 80 plus dus gewoon in elke belangrijke stat voor een keeper. Nou, de reden dat ik denk dat hij heel erg goed zal zijn, is eigenlijk vrij simpel. Hij is 84 plus rated inderdaad, bijna dezelfde stats als Bernd Leno. Maar de reden dat ik denk dat hij cheap zal zijn, is omdat het inderdaad een Zwitser is. Nou, dat klinkt dus inderdaad vrij logisch, want omdat het een Zwitser is, zijn er veel minder hybrid mogelijkheden. Als je Leno nu bijvoorbeeld in het team gooit, dan kun je hem linken met Bundesliga kanten, maar je kunt hem ook linken aan Mustafi en dus een beetje een PPL hybrid maken. Omdat er veel minder goede Zwitserse centerbacks zijn, of gewoon überhaupt bijvoorbeeld Borussia Mönchengladbach spelers, is het veel moeilijker om met Sommer te linken. En dat doet mij het gevoel geven dat zijn prijs toch wel iets lager zal blijven dan de andere keepers, waardoor die nog redelijk betaalbaar zal zijn. En als een keeper met zijn stats vrij betaalbaar is al in het begin, dan ga ik hem sowieso gebruiken, want zijn stats zijn echt fucking sick. Nou, nummer 2 is 88 rated rechtsback Philip Lahm. Hij heeft maar 68 pace, maar hij heeft 86 defending, 84 dribbling en 82 passing. Nou, ik weet dat veel mensen gaan zeggen, Mark, hij is fucking slow, waarom gebruik je hem en niet Diekmaier ofzo? Omdat hij fucking goede verdedigende stats heeft, heeft goede dribbling ook voor een rechtsback, heeft goede passing en waarschijnlijk gewoon echt bizar goede voorzetten. En ik verwacht niet eens dat voorzetten zo goed zijn als in FIFA 14. Maar met een beetje meer nadruk op voorzet slash headers, heb je een geweldige rechtsback aan Philip Lahm. Plus je natuurlijk een easy link nu al helemaal met Boateng en Neuer. Weet je, dan kun je zo'n kleine driehoek maken als je bijvoorbeeld een 4-3-2-1 maakt. Dus het is makkelijk om hem nu te linken. En ik heb hem altijd al fijner gevonden als rechtsback. Althans, zeg maar, in-game heb ik hem altijd al het concept van hem fijner gevonden. Ik vond zijn team natuurlijk toen heel goed in FIFA 15. Maar goed, hij is dus een speler die ik zeker wil gebruiken. Zal duur zijn natuurlijk, vanwege zogenoemde links met Hummels, Boateng. Weet je, dat is gewoon lastig om te kunnen betalen in het begin. Maar ik verwacht hem na een tijdje wel in mijn Bundesliga team te kunnen gooien. En ik denk ook niet dat hij er dan nog uit gaat. Nou, nummer 1 in mijn persoonlijke top 10 van upgraded spelers die ik graag wil gebruiken in FIFA 17 is Dybala. Nou, dit is echt een geweldige speler op papier. Hij heeft namelijk 88 pace, 86 shooting, 90 dribbling. Daarnaast heeft hij ook 76 passing en heeft hij 4 ster skills. Maar de reden dat ik hem graag gebruik is omdat vorig jaar was zijn eerste kaart in FIFA, zijn 78 rated kaart, was echt geweldig voor mij. Net zoals voor velen. Maar zijn upgraded kaart vond ik minder, dus ik ben hartstikke benieuwd met de enorme upgrade die hij heeft, of deze kaart fijn voor mij zal spelen. Ja, door die hyperlink met Higuain zal het wat lastig worden om in het begin te kunnen betalen. Ik bedoel, hij was al populair, althans en prijzig met zijn 78 rated kaart vorig jaar. Dus hij zal nu nog steeds duur zijn. Maar ik verwacht dat ik hem echt heel graag ga wil hebben en ook heel graag wil behouden. Maar goed, dit waren mijn 10 upgraded spelers die ik graag wil gaan gebruiken in FIFA 17. Laat me ook vooral weten welke upgraded spelers jullie erg naar uitkijken om te gebruiken. Laat dat dus achter in de comments. Doe vooral een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Dat helpt mij enorm en ja, ik waardeer het gewoon echt enorm. De support die ik de afgelopen tijd van jullie krijg betekent echt veel voor me. Maar goed, ik dank jullie voor het kijken. Volg me op Twitter als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie, ja, mogelijk morgen weer bij een nieuwe video. Tot ziens.